Wat is Bitcoin? Bitcoin is een digitale munt die je met traditioneel geld kan kopen en verhandelen zonder tussenkomst van banken en overheden. Transacties gaan simpelweg van persoon tot persoon. Je kan het zien als een eenvoudige overschrijving. Bitcoin biedt hierdoor een aantal voordelen die je in het traditionele geldsysteem niet kan vinden. Je bent eigen baas en beheerder van je Bitcoin. Je bent dus je eigen bank. In plaats van Bitcoin op een centrale rekening bij de overheid te moeten zetten, bewaar je je coins op een klein toestelletje dat eruit ziet als een USB-stick en waar jij alleen met je persoonlijke code in kan. Eigenlijk een moderne manier van geld in je sok steken. Dit toestelletje heet een hardware wallet, een soort van goed beveiligde USB-portefeuille. Je kan je Bitcoin ook op een online wallet zetten en daaruit transacties verrichten. Terwijl je de traditionele banken moet betalen om een rekening te openen en open te houden, kost het bewaren van Bitcoin op je hardware wallet helemaal niets. Je betaalt natuurlijk wel eenmalig voor het toestelletje. Omdat er geen tussenkomst van de bank is, betaal je op je overschrijvingen bijna niets. Een ander voordeel is dat Bitcoin stijgt in waarde. In tegenstelling tot de euro en de dollar, waarmee je steeds minder kan kopen. De waardestijging van Bitcoin wordt mee bepaald door het beperkt aantal munten dat er uiteindelijk zullen circuleren, namelijk 21 miljoen. Hierdoor krijg je dus een hogere interest dan het geld op de bank. Bovendien kan Bitcoin als digitale munt nooit vervalst worden. Een overschrijving met Bitcoin kan je naar iedereen in de wereld doen. Er bestaan geen grenzen. In tegenstelling tot een traditionele overschrijving die lang duurt, hoge transactiekosten heeft en onderhevig is aan de wisselkoersen. Op die manier kan een traditionele bank en overheid al je transacties in het oog houden, waardoor je de controle en privacy over je geld kwijtraakt. Bij Bitcoin wordt de overschrijving geverifieerd door een wiskundige formule die de blockchain heet. Je Bitcoin wordt dus getoetst aan een computercode die objectief en anoniem is. Een overschrijving met Bitcoin gebeurt daarom veilig, snel en zonder veel transactiekosten. Dus heel wat goedkoper en zonder de bemoeienis van de bank. Het is dus een revolutionaire technologie. Maar daardoor komt Bitcoin ook negatief in het nieuws, want traditionele banken en overheden willen niet dat je baas bent over je eigen digitaal geld. Op die manier verliezen ze miljoenen euro's in transactiekosten en kunnen ze geen strenge controles meer uitvoeren. Ze willen immers dat je naar hen luistert. Bitcoin is alleen voor criminelen, roepen ze. Ze verzwijgen hierbij echter dat miljarden euro's en dollars ook voor malafide praktijken gebruikt worden. Dus het is geen zwart-wit verhaal. Bitcoin zou ook de oplossing zijn voor miljoenen mensen die geen toegang hebben tot een bank omdat ze daar de financiële middelen niet voor hebben. Want je kan van telefoon naar telefoon Bitcoin met een waarde van minder dan 10 cent overschrijven. En dat brengt ons naar het volgende voordeel. Bitcoin kan dus door iedereen gebruikt worden. Er staat geen limiet op leeftijd, ras en inkomen. Mensen kunnen daardoor financieel onafhankelijker en vrijer worden. Wie deze geniale technologie bedacht heeft en op het internet geplaatst, blijft echter een raadsel. Velen verwijzen naar Satoshi Nakamoto, een pseudoniem voor iemand of een groep informatica-specialisten waar de oorsprong niet van bekend is. De onbekendheid en vrij nieuwe technologie van Bitcoin zorgt ervoor dat veel mensen er een beetje argwanend naar kijken. Er is drempelvrees om daadwerkelijk in Bitcoin te investeren. En daar is geen enkele reden toe. Maar het is duidelijk dat door naar deze video te kijken je interesse in Bitcoin gewekt is. Je weet alleen niet hoe je er nu moet aan beginnen. Dit kanaal wil je daarmee helpen.
Op een eenvoudige en veilige manier zal ik je stap voor stap uitleggen hoe je nu Bitcoin aankoopt, het als investering kan bijhouden en er misschien later mee kan handelen om zoiets extra bij te verdienen. Ik geloof oprecht dat Bitcoin de toekomst op een positieve manier mee gaat bepalen. In mijn volgende video leg ik daarom duidelijk uit waar je als particulier nu online Bitcoin kan kopen in Nederland en België. Gewoon als fan van de technologie of als kleine investeerder. Of je nu 10 of 10.000 euro hebt. Tot dan!